Het ontslag van trainer Ole Tobiasse is opvallend omdat Almere City onder leiding van de Deen aan haar beste seizoen in de clubgeschiedenis bezig was. In de eerste competitiehelft werd slechts één wedstrijd verloren, uit bij Cambuur met 7-2. En begin januari stonden de Almere's nog vast op de tweede plaats, een directe promotieplek naar de Eredivisie. Met destijds maar liefst 8 punten voorsprong op de nummer 3, de Graafschap. Nog geen 3 weken geleden meldde de Deen aan mij in een interview dat Almere City ook volgend seizoen graag met hem verder wilde. De club wilde zijn aflopende contract gaan verlengen. Intentie is er wel. Dan moeten we kijken of we ook rond kunnen komen. Ja. Die intentie heeft de club ook uitgesproken naar jou toe, dat ze graag met jou verder willen? Ja, we hebben gesprekken gevoerd dat die intentie er wel is om te verlengen. En dan hopen we dat we ook snel iets op papier kunnen zetten en rond kunnen komen. Want mijn eerste prioriteit ligt ook hier om dit klus af te maken. Of het nou dit seizoen is of misschien volgend seizoen of seizoen daarna richting promotie. Dat is wel wat ik graag wil. Ik zit op mijn plek hier bij Almere. Dus ik sta er zelf ook voor open om hierbij te tekenen. Ja. Je wil de kroon op het werk zetten en promoveren met Almere? Heel graag, ja. Ja. Dat was dus nog geen 3 weken geleden. Almere City en Ole Tobiasse zouden er wel gaan uitkomen op naar de Eredivisie. Maar het kan snel gaan in de opportunistische voetbalwereld. De laatste weken kwam er zand in de Almeerse machine. Er werden uitwedstrijden verloren bij NAC en Helmond Sport. En deze week leed de ploeg 2 thuisnederlagen tegen koploper Cambuur op zondag en tegen FC Volendam. En die 1-2 nederlaag van woensdagavond tegen Volendam was voor de clubleiding blijkbaar de spreekwoordelijke druppel. Tobiasse moet zijn ontslag totaal niet hebben zien aankomen, want na de wedstrijd was hij nog zeer strijdbaar. Ik hoop dat we hier heel veel van gaan leren. Want voor de winterstop, ja, dan zag je de ene kant van hun medaille. En na de winterstop, dan na de Graafschap eigenlijk, dan zie je de andere kant van de medaille. En daar ben ik wel heel benieuwd hoe we hiermee omgaan nu als groep. En niet alleen de spelers, ook als staf. Ja, dan moeten we hier samen uitkomen. En dat begint met hard werken en vechten voor elkaar. Als je voor het seizoen begon, had gezegd van waar we nu stonden. Ja, dan had ik ja gezegd van nou, dat zou ik voortekenen. Dat je toch een beetje meedeed voor de bovenste tweede plek in ieder geval. Maar goed, ik had liever dat we gewoon het hele seizoen natuurlijk in de flow had gezeten. En dat we nu nog steeds extra aantal punten voor op de rest zouden staan. Maar dat zijn niet de feiten. De feiten zijn nu anders en daar moeten we ons uitvechten. En dat gaat gebeuren. Daar ben ik wel van overtuigd, ja. Dat was Ole Tobiasse woensdagavond na zijn laatste optreden als hoofdcoach van Almere City FC. Assistenttrainer Jeroen Rijsdijk maakt het lopende seizoen af als hoofdtrainer. En hij mag gelijk aan de bak, want zaterdag wacht alweer het thuisduel met Excelsior. En vandaag zal technisch manager Teun Jacobs na de laatste training voor die wedstrijd tegen Excelsior een toelichting gaan geven op het onverwachte ontslag van Ole Tobiasse bij Almere City FC.